Waar gaan we naartoe, Jody? Naar SMC, hè? Kom bij Omroep Brabant. Hè? We gaan hier nou naar binnen toe voor de social media club. Wel was goed, veel opgestoken. Ik hou me ook wel een beetje met dat crisisding bezig. Niet beroepsmatig, gewoon puur uit interesse. Dat er al of meer heeft dus van de overheid moet inderdaad meer gaan communiceren. Reactie van inderdaad wat we gekregen vanuit de politie ook. De politie moet meer ingrijpen dan op twitteren. Maar ik vind wel dat de overheid inderdaad meer moet communiceren en dan meer met de burgers moet communiceren. De burgers vragen nu om een reactie van wat speelt er. Wat is er aan de hand? Dat is die app die al van. Maar wat speelt er en daar willen burgers een antwoord op. Dat moet ook gegeven worden, ook door de overheid. Ik kwam net ook een hele mooie tweet voorbij. Eigenlijk is het een van de selectiecriteria voor een burgemeester. Dat hij mediavaardig is aan de ene kant. En aan de andere kant dat ook duidelijk weet over te brengen wat het gevoel is, wat er leeft. Moet dit toch eigenlijk ook kunnen? Ja, ik vond het heel leuk en heel nuttig en heel leerzaam. En zo'n site als crisisbeheersing van Nederland.nl staat alles bij elkaar. Dat is gewoon fijn. Dan kun je alles goed nakijken, nalezen en ook kijken in hoeverre het voor jou van toepassing is. De situatie met Moerdijk, dat ligt iedereen nog heel vers in het geheugen, denk ik. En ook daarin werd dan geschetst van wat doe je in ieder geval ook in het eerste uur van de ramp. Wat ik zelf een hele leuke vond was, wat doe je het eerste uur? Dat leeft het heel erg in de minds van de burgers. Die willen gewoon gevoed worden met informatie. Maar met name voor hulpverleners is het heel belangrijk dat die dat eerste uur gebruiken om te kijken wat is er nodig ter plaatse om alles zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Dus ja, dat is dan. En als je dan met iets komt op Twitter bijvoorbeeld, dan is het belangrijk dat dat wel klopt. En die informatie moet wel betrouwbaar zijn. Nou, eerlijk gezegd, toen gisteren weer bekend werd gemaakt dat wie de nieuwe IMF-directeur zou gaan worden, de Franse dame, vind ik een goed ding. Ik denk dat ze het veel beter kunnen dan mannen. Waarom? Meer gericht op de oplossing en minder gericht op het eigen letterlijk haantjesgedrag. Ik vond ook goede vragen die ik kreeg. Meestal krijg je geen 10 vragen over de dingen die je doet. Behalve die ene vraag natuurlijk over hoe verdien je je geld, maar voor de rest, ik vond het echt de juiste vragen die je gesteld werd. En ik zag natuurlijk vaak, omdat ik heel veel mensen in Eindhoven volg op Twitter, en natuurlijk ook heel veel mensen iets met sociale media doen, dan zie je natuurlijk heel vaak al die berichtjes van die social media club langskomen. Ja. Dus dan denk je van, daar moet ik toch ook een keer naartoe. Hele interessante presentatie. Ik vond het heel leuk en heel nuttig en heel leerzaam. En het verhaal was goed, veel opgestoken. Ja, blijf je erop.